Zondag 26 februari is de president samen met het clusterteam van ministers gestart met het voeren van gesprekken met verschillende doelgroepen uit de samenleving. De gesprekken met de verschillende organisaties was erg constructief. Het is belangrijk dat de nationale dialoog gestructureerd plaatsvindt, vandaar deze voorbereidende gesprekken. Nou, het was informatief. In de zin dus, de president heeft uitgelegd waarom hij zo'n dialoog van belang vindt. En dat hij allerlei maatschappelijk georiënteerde groepen wil spreken. Dit is een voortraject. Hij is van plan dus een instituut nationale dialoog op te zetten. En daarvoor worden deze voorgesprekken de komende 2 weken gevoerd. De vervolggesprekken van de nationale dialoog krijgen een meer open karakter. Bij de gesprekken van vandaag zijn er veel overeenkomsten. Deze overeenkomsten zijn: de gebeurtenissen van 17 februari zijn zorgwekkend en dragen niet bij aan de ontwikkeling van ons land. Het herwinnen van het vertrouwen van de samenleving is noodzakelijk. Ook is het bijdragen aan het democratisch recht en gevoel door goed bestuur en transparantie nodig. Vorming van onze burgers, jong en oud, is noodzakelijk, als ook de verbetering van de koopkracht. Solidariteit en respect voor elkaar spelen hierbij een heel belangrijke rol. De deelnemende organisaties vertrouwen erop dat ook hun inzichten daadwerkelijk worden meegenomen in het aangepast regeerbeleid. Vandaag in het evangelie zegt Jezus, een mens leeft niet van brood alleen. En we moeten dus oppassen dat wij ook in de politiek alles reduceren tot de economie, wat we moeten eten, wat we kunnen drinken, waarmee we ons zullen kleden. Een mens moet ook leven van het woord van God. Een mens moet ook leven van liefde en solidariteit. En wanneer we zien in deze samenleving dat solidariteit aan het afbrokkelen is, dat mensen liefdeloos en hard worden naar elkaar in moeilijke omstandigheden, zouden wij die krachten moeten aanspreken. En daarom hebben wij voorgesteld dat wij soberder moeten gaan leven. Maar dan moet het van beide kanten komen. Van ons, van het volk en van de regering. En wij hebben voornamelijk gezegd dat er een klimaat van vertrouwen weer moet komen. We hebben de tijden gehad dat er helemaal geen deviezen waren. We zijn al die tijden te boven gekomen. Ook deze zullen wij te boven komen. Dat vertrouwen moeten we hebben en niet in paniek raken. Bedankt voor uw aandacht. Afdeling woordvoering van het kabinet van de president.